van Loon, jij bent net terug uit Abu Dhabi, waar je je debuut hebt gemaakt met de Mini. Dat is goed bevallen. Ja, absoluut goed bevallen. Wel iets pech gehad op dag 2. Een kabeltje los waar ik mijn te grote voeten op gestaan heb. Maar uiteindelijk vond ik het niet zo erg. We finishen uiteindelijk 5e of 6e. Er zat nog een of andere lokale tussen waar niet helemaal klopte. Maar daar waren we heel tevreden mee. We hebben de laatste paar dagen echt voor de overwinning gestreden. En dat was iets wat we natuurlijk nog nooit in de rally hebben kunnen doen. Wat betekent dat voor de toekomst? Wat kunnen wij in de Dakar 2015 van jou gaan verwachten? Ja, daarom vond ik dat kabeltje niet zo erg. Anders hadden we makkelijk 2e geworden, zei ik al. En dan worden de verwachtingen nog naar boven bijgesteld. Kijk, mijn ambitie is niet anders geworden. Dus ik wil nog altijd top 10 finishen. En ik denk echt wel dat ik nu dichter bij die top 5 kan komen. Maar daar houdt het denk ik wel op. Er zijn zoveel goede rijders die zeker ook met de Mini hard zullen rijden. Dus ik denk eerst tussen de 5e en de 10e plaats moet mogelijk zijn. Wat heeft jou verrast aan de Mini? Ja, wat heeft mij verrast? Alles, het hoge koppel toch wel. Dat had ik niet verwacht. Ik had er nooit in een dieselauto gereest. Ja, hij is zo berensterk. Maar zeker de vering viel me ontzettend mee. Ik heb een proefritje gemaakt in, weet ik veel, een aantal weken geleden in Duitsland. Op de gravel. Dat was maar heel kort allemaal. En daar viel het nog niet zo mee, moet ik zeggen. Om er hard mee te gaan meteen. Nu hebben we natuurlijk een hele week alleen maar duinen gehad. Ja, hij is zo sterk en hij veert zo goed dat je gewoon gedwongen wordt om harder te gaan rijden. Maak je het dan ook niet moeilijker voor jezelf? Ja, het wordt kritischer, absoluut. Dus je hebt ook snel een foutje gemaakt, maar de auto is wel heel sterk. Dus ja, ik heb er wel vertrouwen in. Veel succes. Ja, dankjewel.